Een schaar. Een sok. Een sok. Sowieso. Hè? Een schaar. Nou, een sok en een schaar. En dan hebben we ook nog een keertje wc-papier nodig. Oké, okay, het volgende wat jij dus nodig hebt als je dus een masker gaat maken van een sok. Een schaar. Een sok. Een sok, sowieso. Hè? Een schaar. Nou, een sok en een schaar. En dan hebben we ook nog een keertje wc-papier nodig. Dat is eigenlijk het enigste. Nou, wat we gaan doen. Ik vind het fijner om het hakje naar me toe te leggen. Dus niet van me af, maar naar me toe. Dan vouw ik hem eigenlijk een beetje naar midden toe. Toch? Ja. Ietsje verder, zegt mijn man al. Mooi. En dan heb je dus een schaar nodig. Dan gaan we knippen. Kijken jullie mee? Gezellig. Zo. Deze? Ja. We lekker op het stippellijntje. En we lekker knippen. Knip. En kijk uit dat je jezelf niet knipt. Ja, dan heb je de andere problemen. Dan mag je dus naar je huisarts of naar het ziekenhuis. En dan zitten ze niet echt op te wachten. Nee. Oh, natuurlijk. Gelukkig heb je wc-papier bij de hand. Dus mocht er iets aan de hand zijn. Onder andere. Niet. Maar dan. Oh. Dan heb je niks aan. En toen hadden we de teen over. Nou, daar hebben we dus niks aan. Nee. Mooi. Dan houden we de hak heel. Want de korte kant gaan we inknippen. Pak dus weer de schaar. Gaan we dus lekker mooi knippen. Zo, knip. En dan heb je eigenlijk al je mondkapje. Ja, dan moet ik wel goed knippen, want nu heb ik een dingetje wat niet fijn is. Kul. Heb je dus nu eigenlijk al je mondkapje. Kijk. Dat is leuk. Ja, nou vouwen we dus, ik had een weerhaakje, dat is ook niet fijn. Nee. Dan doen we hem dus weer zo vouwen. Dan moet ik even weer goed weten hoe het moet. Ja. Andersom. Dan heb je dus het hakje zo. Dan ga je deze dus die kant op vouwen. Dus zo, weer van je af. Dus niet naar je toe, maar van je af. Alles puntjes op puntjes doen. En wat ik dus heb gemerkt, ik heb er al 2 gemaakt. Misschien zou je die even kunnen pakken. Ja. Wat ik net al zei, ik heb er 2 al eerder gemaakt. Eentje had ik een beetje de inkepingen die we dus zo meteen gaan maken, had ik tekort. Nou, die zat dus niet lekker. Toen had ik gezegd, nou die moet dus groter. Maar ja, dat laat ik dus zo meteen even gelijk zien. Daarna gaan we even verder met dit. De korte is deze, volgens mij. Even kijken. Dit is de lange. Ja, nou, dit is de korte. Nou, dat ga je ook zo meteen zien. Als ik hem dus even omdoe. Kijk, zo moet je hem dus omdoen. Zo. Maar hij zit bij mij hier nou gewoon niet lekker om mijn oor heen. Nou, toen had ik zoiets van, hé, hij moet groter. Nou, dat is dus niet zo. Dat blijkt dus, je moet dan even die inkepingen hier wat groter maken. Nou, dat gaan we dus nu ook bij deze dus doen. Je hebt dus weer een schaar. Hakje onder. Ja. Boven. Ja. Het hakje. Zo. Ja. Zo. Hier. Okay. Ik heb het goed. Ja, nee, doe even. En dan gaan we dus weer een inkeping maken. Nou, en dan even iets verder dan normaal. Nou, gaan we even kijken of het werkt. Kijken, met deze. Ja. Nou, gaan we even kijken of deze wel goed zit. En anders moet ik hem weer even een beetje groter maken. Kijk, voilà, die zit lekker. Kijk, wat ik dan altijd even doe, dat is nog dit. Maar, wat je dan moet doen... wc-papier.
Doe ik even iets meer. Lekker voor de veiligheid. Zes velletjes. 1, 2, 3, 4, 5. Vijf. Waarom weet ik niet, maar... Mooi oneven nummer. Ja, best. En die doe je dan hierin. Zo. Mooi erin. Als extra filter. En je doet dat zo. Alleen je stem vervormt dan heel erg. Ja. Dan merk je dat het filter werkt. Ah. Zit het ook op je neus in? Nu wel, ja. Die zakdoekjes? Ja. Nu zit het over mijn neus heen. Oké, ja. Nou, dit is dus een masker, mensen. In een paar minuten tijd heb jij een mooi masker. Ja. Dus ik zou zeggen, heb je hier wat aan? Laat een leuke reactie achter. Doe het belletje aan. Abonneer. En... reactie, belletje, abonneren. Ja. Commentaar. Commentaar. Ik was het even kwijt. Zo, ik kan daar heel slecht tegen. Ja, maar ja. Vind je het gewoon leuk? Doe het blauwe duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter hieronder. En abonneer even. En doe het belletje aan. Dan blijf jij zeker op de hoogte van jouw familie. Waar jij op bent geabonneerd. Op bij ons. En dan zou ik zeggen, dank jullie wel. Ik heb nog één tip. Oh. Tip van Roderick. Advies. Gebruik nieuwe sokken of gewassen sokken. Heel goed. Dus, vinden jullie deze nou leuk? Dank jullie wel. En tot de volgende keer. Doei! Doei.